Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Denny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Rafael Kende Koumana ja, naar uh, Hogeveen en uh, die naam uitspreken in één keer goed. Ja, zeker. Ik doe het uh, heel goed. Heel goed ja. okay. Overstap naar Hoogveen vanaf Emmen? Uh, ja, mooie stad natuurlijk. Uh, aan de andere kant wel hoofdklasse naar hoofdklasse. Van waar Hoogveen? Ja, ik heb zeg maar altijd bij VV gespeeld. En, uh, dat is ook hoofdklasse inderdaad. Maar uh, wij speelden altijd onderin. En uh, ik dacht, na drie jaar bij VV te hebben gespeeld, laat me even stappen stapje hoger op. En uh, Hoogveen leek mij ideaal club. Dus... Ook uh, uh, bekende van Nico Haak. Uh, heb je al eerder contact al eerder getraind met Nico? Nee, nooit. Niks is nog nooit de trainer voor mij geweest. Maar inderdaad, ja, ik ken Nico alleen maar voornamelijk omdat dat hij oude trainer is voor VVM. Dus vandaar hij is nooit trainer voor mij geweest verder. Even verder naar je kijken, het VVM, daar kennen we je van. Daarvoor. Uh, hoe, uh, uh, welke stappen heb je gemaakt? Ja, ik heb altijd zeg maar, in de jeugd uh, Ik begon eerst als jeugdspeler bij Vergieten. Na jaren ben ik overgestapt naar FCM. Daar speel ik uh, zes jaar heb ik bij FCM gespeeld. Waardoor ik geen stap heb kunnen maken naar Easter. Waardoor ik een tussenstap naar VVM heb gemaakt. Dus, uh, ik wil even naar FCM. Heb je er dicht tegen aangezeten? Ja, ja, ik kan zelf niet vertellen, denk ik. Want uh, ja, ik, denk, zeg maar, ik heb uiteindelijk wel mijn best gedaan. Maar ja, dat mocht niet baten dat ik zeg maar, nog hoger kon gaan. Dus. Wat krijg je dan nou op een gegeven moment te horen, als reden van, dat je het uiteindelijk nog, toch niet die stap kunt maken? Ja, toen had de FCM geen uh, jong, uh, jonge FCM, er. Dus uh, ik heb zeg maar, altijd uh, gespeeld tot A1, tweedejaars A1. Dus toen mocht ik zeg maar, niet naar Eze doorstromen. Omdat de reden was omdat er nog geen jonge FCM was. Dus uh, ik had nog uh, niet genoeg kwaliteit om naar Eze door te stromen. Dus ik heb het zo gelaten. Ja. En dan ga je bij VVM en dan maak je een mooi eerste jaar om mee hè? met promotie. Ja, zeker, zeker. Ik heb gewoon mijn dingen daar gedaan. En inderdaad zijn we gelijk gepromoveerd naar eerste hoofdklasse. En ja, dan dus speelden we twee jaar in de hoofdklasse. Ja, waarvan eigenlijk maar een half jaar echt, hè want uh, die corona, corona kwam natuurlijk, we weten we allemaal. Dat eerste half jaar in die hoofdklasse, hè? hoe heb je dat ervaren? Een groot verschil met de eerste klas? Ja, zeker, een heel groot verschil. Echt vooral met ziek, dan moet je echt slim nadenken qua voetbal met alles. Dat is niet zomaar zo blindelings voetballen. Dan moet je ook nog nadenken. Dat was echt zeker een grote stap. Qua fysiek ook zeg maar. Dus ik heb gewoon mijn ding gedaan en ja, uiteindelijk ja, hier ben ik. En uiteindelijk twee keer tegen Hoogeveen gespeeld ook wel. Hè? Uh, wat kun je nog van die wedstrijden herinneren? Ja, het was uh, ja, ja, ik, ik herinner het nog vaag, maar het uh, was een leuke wedstrijd. Hoogveen tegen VVM is altijd een mooie wedstrijd. Dus waarbij waar de clubs echt alles aan geven om te winnen. Nou, uiteindelijk hebben we verloren met 3-2 uh, volgens mij, dacht ik. En ja, ja hoogveen had uiteindelijk gewonnen, maar ja, jammer. Ja. Ja. Je hebt het laatste jaar onder Björn Zucker getraind. Uh, natuurlijk weinig wedstrijden gespeeld. Uh, maar uh, wat voor, heeft, ind voor indruk heeft Björn jou gemaakt? Oudspeler van ongeveer natuurlijk ook. Uh, ja, hij doet nu toch weer een stapje terug. Ja, hij was uh, niet heel lang trainer voor mij. Omdat door corona hebben we niet zoveel wedstrijden onder hem gespeeld. Ja, zolang ik Björn heb gekend, is hij echt een goede trainer. Met uh, hoge ambitie. Voetballend echt een hele top trainer. Maar jammer dat corona heeft uh, verpest. Dus uh, heel kort. Degene die jou niet gevolgd heeft bij Emmen, van welke positie uh, mogen we je vooral verwachten? Ja, ik ben uh, erg klassieke rechtsbuiten, maar ik kan ook linksbuiten uitvoeren. Dus ik heb altijd bij VV rechts of linksbuiten gespeeld. Maar ja, in een spits zou ik ook kunnen spelen. Ja. En waar liggen je kwaliteit? Is dat met name in, in de assist uh, geven, of bal vasthouden? Ja, assist geven. Ik ben, uh, mijn kwaliteit is vooral snelheid. En uh, voor de goal kijk ik weer vrij is en dan kan ik altijd afleggen. Dat is met name mijn kwaliteit. Ja, dan ben je wel een voorstander van 4-3-3? Ja, als je aan mij vraagt wel. Maar ja, uiteindelijk trainen beslissen wat voor opstelling hij wil doen. Dus ja, we gaan afzien. Ik wil zeggen andere systemen maken je ook weer rijker als voetballer. Hè? Ja, zeker. Ik denk, je moet altijd alle systemen hebben geprobeerd om iets te kunnen. Dus we gaan zien. We gaan zien. Iedereen verlangt ernaar om weer te gaan voetballen. Spannend is straks natuurlijk ook wel om te kijken van waar sta je, want Hogeveen deed de laatste twee jaar mee in de top, uh, maar ja nu anderhalf jaar verder, niemand weet eigenlijk waar je staat. Hè? Ja zeker, iedereen zijn benieuwd aan elkaar, dus ik denk dat Hogeveen ja, inderdaad wat je zegt is altijd in de top gebleven, dus ik denk dat ze nog steeds die lijn door gaan zetten, nog steeds voor top gaan spelen. Dus, ja.